Oh nee, ik ben wat vergeten. En ik moet geloof ik ook best wel opschieten, want we vertrekken vandaag. Maar er zijn nog een paar dingen die ik moet regelen in mijn basis. Voordat ik wegga, wil ik mijn basis openzetten voor alle spelers, zodat ze geïnspireerd kunnen raken. Door mijn prachtige toilet bijvoorbeeld. Maar daarvoor moet ik dus wel het een en het ander aanpassen aan mijn basis. En er is nog één ding waar ik me aan stoor in mijn kelder. Oh, wat is dit? Tot ziens KB van Harlow Haker. En een foto, en een plantje, en nog een plantje. Beste meneer KB, ik hoopte eigenlijk dat het nog lang zou duren voordat deze zou komen. Ik hoopte eigenlijk dat we nog super vaak samen avonturen mochten beleven. Maar vandaag is dan toch de dag gekomen. U gaat bijna weg naar seizoen 3. Hoe weet hij dat? Hoe weet hij dat het vandaag is? Ik ga u echt missen. Dat meen ik. Ik ga je ook missen, Harlow. Ik hoopte dat het nog lang niet zover was. Want terugkijkend op alle avonturen die wij samen hebben meegemaakt, waren ze echt mooi. En de eerste keer dat u naar mijn basiskamp kwam, omdat ik was neergestort. Of die ene keer dat ik mijn koekenkoelkast maakte in uw kelder. En daarmee eigenlijk gewoon een winkel opende. Ja, de beroemde Harlow koekenkoelkast. Die ga ik ook wel missen. Of dat we gewoon samen een gat uitgraafden in uw kelder. Nogmaals dank. Alles was zo leuk en gezellig. Ja, KB, het doet pijn in mijn hart om te zeggen dat u weggaat. Ik kan het eigenlijk nog niet echt geloven. Maar om te zorgen dat u mij niet vergeet, heb ik bij deze brief ook een foto gestuurd waar wij samen opstaan. En als dat niet genoeg is, kijk dan eens naar de lucht als het donker is. Al die sterren die dan fel schijnen staan voor onze vriendschap. En zolang die fel schijnen, gaat het goed met mij en gaat het goed met u. KB, het was een eer om samen op Content Veen seizoen 2.5 te mogen spelen. Ik ga al onze avonturen missen. Vriendelijke groeten van koekenbakker van Content Veen. Een soms irritante jongen, Ranger Harlow of gewoon Harlow Haker. Dat we elkaar mogen blijven volgen in elk avontuur, KB. Afscheid nemen staat niet. Jeetje, wat een emotionele brief. Laten we snel even die foto bekijken. Oh ja, wat een prachtig exemplaar, Harlow. We staan er goed op. Ik ga Harlow en alle andere lieve mensen hier natuurlijk ook missen. En dan die plantjes. Die plaats ik hier zo. Bij mijn sniffers. Oeh. En die foto bewaar ik goed in mijn enderchest. Trouwens, we hebben nu Pijn de aflever sardien. Waarom heet hij geen Pien? Dat zou veel logischer zijn. Er gaat iets mis hier. Ik kwam in mijn kelder eigenlijk voor iets anders. Maar toen kwam die brief en toen raakte ik afgeleid. Maar ik stoor me dus nog aan één ding hier. Kijk, als je hier naar beneden kijkt, dan zie je daar mijn geheime ondergrondse laboratorium. Maar tot aan het laboratorium heb je nog allemaal lelijke muren. Dus die wil ik nog opknappen. En dat wordt nog best een flinke klus, maar we gaan ervoor. En ik ga nog voor een laatste keer mijn brievenbus legen en hem dan ook weghalen. Want dan kan hij ook niet meer vol raken. Je kan geen volle brievenbus hebben als je geen brievenbus hebt. En als dat allemaal geregeld is, dan gaan we naar Content Veen seizoen 3. Welkom bij deze laatste aflevering van Content Veen seizoen 2.5, lieve mensen. Ik vind het geweldig dat jullie kijken. Laten we met die brievenbus maar beginnen. De laatste post lezen en hem dan weghalen. Anders hebben we aan het eind van de dag alleen maar meer werk. Trouwens, Jan Pietje is terug. Ik heb geen idee waar hij was vorige aflevering. Maar misschien een tripje naar de Noordpool of zo. Leuk dat je er weer bent, Jan Pietje. Hij is minder enthousiast. Voor de laatste keer mijn brievenbus leeg. En dat is ook echt wel weer nodig. Er zit behoorlijk wat in. We hebben brieven van Altijd Thuis, Bokeh, Bras de Man, Liempje, Smokey, Jordi en een helm van Eva Den H. 2502 en een shulkerbox voor de beste YouTuber van Onno. Heel erg bedankt iedereen. Bras de Man schrijft: ik ben fan van jou. Ik wil graag een groot cadeau geven, maar ik heb geen shulkerbox voor een cadeau in te doen. Dus helaas zal ik moeten wachten op een shulkerbox. Hopelijk kan ik later een cadeau geven. PS, ik zou sowieso graag een nieuwe bewaker zijn. Dus als ik dat mag, laat een boekje achter op deze koor. Sorry Bras, ik ga er vandoor. Ik heb geen bewaker nodig. Maar wel bedankt voor je brief. Deze brief heet Zekers Lezen van Bokeh. Voor meneer KB ++++. Ik moet dus ook gewoon nog mijn vijfde plusje krijgen van de baas. Als ik je naam verkeerd schrijf, sorry KB, of beter gezegd kebab. Kijk, ik moest helemaal van de jungle tot hier op deze grote mooie plaats te komen. Ik zal je binnenkort eens uitnodigen voor een tasje koffie. Lekker hoor, maar ik werd gevolgd door allemaal zombies. Ik ben onderweg ze gelukkig kwijtgeraakt. Ik ben nog aan het verbouwen en zo. Dus koffie, nog even wachten. KB, en vergeet niet om dit boekje een mooie plaats te geven in je base of bij makkers, toch? Ik hoop dat ik snel een boekje van je terug te krijgen. En voor degene die nog niet geabonneerd hebben op KB, doe even, is nodig. Met vriendelijke groet, Bokeh. Ik vind dit dus echt weer een prachtig verhaal. En ik kan helaas niet op de koffie komen, want ik ga wegvliegen in de raket. Dus dat wordt een probleem. Maar hij heeft wel gelijk. Ik ga deze brieven lezen en dan plaats ik ze in de bieb in het hoofdkwartier. En waar ik nog meer benieuwd naar was, was deze shulkerbox voor de beste YouTuber van Onno. En er zitten heel veel golden apples in en diamonds en bloemetjes en nog meer diamonds en gold ingots en een VIP-ticket en een boekje. Hoi KB, namens Ruben en ik heb je hier een VIP-ticket voor de dierentuin die binnenkort opent. Ik stuur de datum en tijd van de opening in DM. Hier mag je 5 keer gratis langskomen en in de hokken van de dieren kijken. Plaats
W2 op deze coördinaten. Nou is de dierentuin volgens mij nog niet helemaal open. En ik moet vandaag wel vertrekken, maar ik wil toch even een kijkje nemen. Dus we gaan gewoon stiekem alvast even kijken. Volgens mij is het deze kant op. Ja, en dan hierheen. Aha, hier is het. En hij is nog in aanbouw, dus volgens mij kunnen we ook echt niet naar binnen. Maar daar laat ik me natuurlijk niet door tegenhouden. Even kijken of we ergens binnen kunnen dringen. Ja, ja, ik zie kansen hier. Ik zie kansen. Even kijken, dan gaan we zo en dan huppeteetjes en huppetee. We zijn binnen en meteen ook bij de vriendjes van Jan Pietje. Bij de ijsberen. En ze hebben zelfs kamelen. Ik zie ze alleen niet. Oh, hier, twee kamelen. Die vind ik dus echt heel erg cool, maar ik heb er nog nooit op eentje gereden. Oh, ze komen naar buiten, ze komen naar buiten. Ik heb zojuist besloten dat ik kamelen wil in seizoen 3. En hier is een snifferhok. Oh, dat ziet er ook al goed uit. En hier zijn papegaaien en die zitten aan een lead. Ik weet niet wat helemaal wat daar de bedoeling is. En een paard die ontsnapt lijkt. Zorro. En hier gewoon moderne kunst. Wauw. Hij is nog wel echt in aanbouw. Hier mag ik niet door. Oh, en wat is dit? Een vijver vol met axolotls. Ik heb het erg naar mijn zin hier. Nu is de dierentuin helaas nog niet af. Zoals je kunt zien aan dit hok. Hier kan nog geen dier in wonen. En ik zal ook weer moeten gaan. Anders ga ik het allemaal niet redden vandaag. Maar ik weet dat de eigenaren van de dierentuin hard bezig zijn om hem af te maken. En ik heb hier in beeld nog een keer de coördinaten. Voor als je zelf langs deze dierentuin wil. Kan dus gewoon in wereld 2. En dan is het nu tijd om mijn brievenbus op te ruimen. En mijn basis af te ronden. Hoe kom ik hieruit? Hoe kom ik hieruit? Hap. Hap. Hey. Zo, die taak is alvast afgerond. Mijn brievenbus is opgeruimd en mijn basis openzetten wil ik pas doen als alles klaar is. Dus ik denk dat we naar de muren toe moeten. Ja, die muren moeten nodig opgeknapt worden. Dus dat ga ik nu regelen en ik heb al een ideetje. Maar ik heb alleen nog geen spullen. Dus als jullie even 10 seconden in de wachtruimte kunnen gaan zitten, dan kom ik jullie zo weer ophalen. Wow. Ik had niet verwacht dat jullie er zo goed uitzagen. Ik ben klaar met spullen verzamelen, dus we kunnen verder. Kom maar mee. Nou, dat was een flinke klus. Hopelijk hebben jullie niet al te lang hoeven wachten. Ik word bespied vanuit mijn slaapkamer. Ik vind dat echt niet kunnen. En ik heb iets bedacht om te doen met redstone lampen. En met heel veel observers. Ik mis mijn discovloer met bewegende lampen toch een beetje. Dus dat wil ik terugbrengen, maar dan op een andere manier. En verder heb ik ook gewoon nog heel veel bouwblokken. Eigenlijk heb ik 6 shulkerboxen vol aan bouwblokken. Voor iets wat waarschijnlijk niet eens heel erg op gaat vallen. Nu, ik heb zaadjes gekregen. Bedankt, spion uit mijn slaapkamer. Maar goed, als ik die muren gedaan heb, dan voelt mijn basis echt afgerond. En dan kan ik weer rustig slapen. Aan de slag dan maar. Let's go! Eigenlijk precies zoals verwacht zie je er heel weinig van. Kijk, als je nu naar beneden kijkt, heb ik 4 prachtige muren. Het is vooral heel erg donker. Maar, ik heb hier een pressure plate geïnstalleerd. En als je daarop gaat staan, dan gaan er lichten af. En dan krijg je 4 keer KB. Nou, dat is toch helemaal leuk. Like deze video als je mijn nieuwe muren prachtig vindt. Als je zin hebt in seizoen 3. Of gewoon als je me wilt steunen. Ik ben je dankbaar. En het enige wat ik nog even wil doen is hierboven dan een bordje ophangen. Zodat voor iedereen duidelijk is dat ze een lichtverrassing krijgen. Wat hangt hier eigenlijk? Poepje? Spoel je even af. Ik heb hier helemaal niks mee te maken. Ik weet niet hoe het hier komt. Ik weet niet wat het hier doet. En ik weet niet wie het heeft opgehangen. Maar ik laat het wel gewoon hangen. Sta op de pressure plate voor een lichtverrassing. En ik geloof, lieve mensen, dat we hier nu echt helemaal klaar zijn. Ik heb trouwens nog helemaal niet gekeken hoe het er van beneden uitziet. Nou, gaan we het krijgen hoor. 3, 2, 1. Ook donker. Maar misschien kan ik met een heel klein beetje magie deze lamp net iets feller laten schijnen. Komt-ie. Oh ja, nu zie je het beter. Nu ziet het er wel leuk uit, toch? Ja, dit is leuk. Het is weer goed zo, lampje. Dan geloof ik
Wie hebben we hier nou weer? Wat is dat? Wat heeft hij voor me? Ik kom hier met fenomenaal. Nee, grandioos. Geweldig nieuws. Wat dan? Vandaag is de dag. Ja, dat is Jan Pietje. Ja, dat is ja. Vind ik een beetje onbeleefd wat u dit deed. Maar grandioos nieuws. Het is vandaag de dag. Wacht, ik wil het op een leukere plek stellen. Waar is de leuke plek? Dat is de leukste plek in jouw huis. Oh, ik weet het al. Kom mee. Hey, Jan Pietje, laat me eens met rust. Ja, hij heeft geen manieren. Geen nee, manieren. Dat blijkt. Hier, we gaan hier. Heb je Robin weer vermoord? Nog een weer een vermoord? Wat doen die in jouw huis? Ik heb geen idee. Heb geen idee. Maar goed, we doen het wel even hier zo. Ja. Oh, kijk. Ik moet gelijk denken aan Rick. Ja, ten eerste, ik heb de laatste prank uitgehaald op Rick. Zeg maar om de oorlog te winnen, om hem af te sluiten. Ik heb zijn hele basis ondergepoept. Oh, leuk. Ja. Ja, dan kunnen we even langs zo meteen. Dan kan je het misschien even zien. Ja, stinkt dat is wel. Goed. Ja. En vandaag is de dag dat wij naar seizoen 3 gaan. We gaan in de raket stappen. We gaan de raket die jij hebt gebouwd, geweldige raket trouwens, die gaan we instappen. Gaan jullie je tickets inleveren. En dan gaan we vliegen. Maar, ja, voordat nu we dat komt gaan het. Doen, kan ja. ik jou natuurlijk niet zomaar onbeloond een raket laten bouwen. Ik heb hier. Wat heb je voor me? Voor jou. Het laatste plusje. Oh. Hey, ik ga hem er meteen opdoen. Ga je hem erop doen? Wacht, ik zeg maar als je klaar bent. Ja, dat is goed. Ik wacht hier wel even netjes. Ik ben zo terug. Ja, prima. Zo, even snel naar mijn inloopkast. Hé, niet kijken, niet kijken. Ik ben zover. Je bent zover? Ja. Kan ik naar buiten komen? Kom maar, ik ben heel benieuwd. Hatsikadeetjes. Kijk eens. Oh ja, je zou hem bovenop je hoofd doen. Ik denk, wat is hij? Ja, hij zit er. Oh, het ziet er prachtig. Je bent officieel een 5-sterren Michelin chefkok. Wat vind je daar nou van? Ja, nee, ik ben helemaal gelukkig. Je bent een 5-sterren chefkok. Gefeliciteerd, je hebt je doel behaald voor dit seizoen, denk ik. Of is dat ja, nou, nu kan ik officieel wat anders gaan doen met mijn leven. Ja, nu kan je officieel het chefkok achter je laten. Heb je al een idee wat je nu wil gaan doen? Nou, ik heb een... ik heb het geprobeerd als modeontwerper. Dat heb je misschien wel gemerkt. Ik heb het inmiddels alweer uitgedaan. Ik heb het een hele aflevering aangehouden. Ik ben erg benieuwd. Nee, dat wordt hem ook nog niet helemaal. Dus ik ben nog een beetje op zoek. Ah, oké. Okay. Ja, trouwens, even dat je het weet. Ik heb je bij vrijgelaten. Hij wilde heel graag naar buiten. Dus ik heb de deur voor hem open gedaan. Nu is hij weg. Dat was eigenlijk niet de bedoeling. Hoezo? Mijn vriend. Hallo? Ik hoor hem nog. Het ging per ongeluk. Ja, ik geloof je meteen. Dat je helemaal per ongeluk het raam open had gedaan. Ja. Oh, hij is hier. Kijk, daar heb je hem weer. Oh joh, hij komt binnen. Snel. Hij komt via de andere deur naar binnen. Oh, maar dit is huis ook. Volgens mij woont hij hier. Hé, zullen we even langs Rick? Ik wil je even leuk laten zien wat ik gedaan heb. Dat is goed, laten we dat doen. Daar heb je je bewaker weer. Hallo. Oh. Kijk, daar gaat hij weer staan. Ook niet aangenomen. Nou, hallo. Welkom, kijk. Dit is mijn... Dit ben ik. Dat had je al gezien, ja, of niet? Ja, deze heb ik gezien. Ja, zeker. Heb je al gezien. Dat zal je ook al zien. Een beetje op de fontein en een beetje hier op de grond. Er ligt overal poep. Kijk, hier, hier ligt een drol. Letterlijk. Hier ligt scheid. Keutels. Er ligt drollen, poep, scheid. Nog meer keutels. Oh, wat leuk. Ja. En dit is allemaal van jou? Ja, dit heb ik allemaal gedaan. Ik had heel veel bonen gegeten voordat ik hierheen ging. En ik dacht, ik moet toch nog iets. Ik heb ook muuronder gepoept. En toen een bakje koffie gedronken. Ik dacht, ja, het past wel bij zijn eiland. Ja, hij had zo zijn best gedaan, maar er miste nog één dingetje. En dat was het zit gewoon... helemaal aan de muur, joh. Ja, het zit overal. Bruh. Nee, leuk. Dus dan weet je leuk dat de oorlog ook officieel afgelopen is. Ik heb gewonnen. Maar ik kan hier niks tegen doen. Ik bedoel, er is niet genoeg wc-papier in de wereld om dit op te ruimen. Nee, ik denk inderdaad dat dat wel een probleem wordt. Je bent op zijn minst heel erg lang bezig met vegen. Heb je een nieuwe snor? Oh, ik dacht dat je er niks over zou zeggen. Ja, ik dacht om het af te ronden, laat even mijn snor staan. Ik durfde het eigenlijk niet te zeggen, maar na lang kijken... Staat mooi bij het laatste plusje. Je hebt inderdaad een nieuwe snor. Ja. Ja, ik dacht, een echte chef heeft natuurlijk wel een snor. Ja, tuurlijk, dat hoort. Opruimen, wegwezen. Opruimen, wegwezen. Hier, even nog één laatste... Achterlaten. Oké, en dan zie ik je straks, denk ik. Ja, dan zien we je straks. Neem je ticket mee, anders kom je niet mee. Anders kon je de raket uiteraard, in. Uiteraard. Ja, dat komt helemaal goed. Ja, oké, dan zie ik je zo. Doei. Joe. Dat was wel een beetje merkwaardig met al die poep. Begin nu ook zo'n vermoeden te krijgen waar dit dan vandaan komt. Maar goed, we hebben ons 5e sterretje en ook meteen maar even een snor aangemeten. En dan is het nu echt tijd om onze basis open te gooien. Hallo, er staan al mensen te wachten. Ik heb een idee. Wat nou als ik eerst nog even iets heel persoonlijks van mij
op marktplaats zet. Ik denk dat ik dat hier ergens wel moet hebben. In mijn... Kijk hoeveel mensen er voor de deur staan. In mijn nachtkastje heb ik... Kijk, ik heb hier allemaal dingen bewaard. Sappig vlees van avocado. Fietsleutels een snotje. Mini bloempje van nootje. Lekker BO-vlies appels van goud. Het koele blok van Hekkenbond 5. Maar hier heb ik ook KB's fles met scheetjes. En wat nou als ik deze op marktplaats zet? Oei, 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 ze staan echt te springen om naar binnen te gaan. Maar eerst langs marktplaats. Eens even kijken. Wat nou als ik ze verkoop voor... 1000. Ik verkoop ze gewoon voor 1000. En die voor 1000. En als het goed is, zouden ze nu hier... Ja, daar staan ze. Er is er misschien al één verkocht zelfs. Snel weg hier. Oké, dan is het grote moment nu echt daar. Ik ga mijn deur openen en ik denk dat ik gewoon alles helemaal weghaal. En dan kunnen ze zoveel lol maken hier als ze willen. Daar gaat hij. Daar gaat hij. Mijn basis is open voor iedereen. Wat een gezelligheid. En deze deur haal ik er ook gewoon uit. En deze deur eruit. Wordt geslagen. Ah, die koeien. Ja, die koeien die verdwijnen binnenkort. Gok ik zo. Zo. Mijn basis is nu officieel van iedereen. Alleen mijn slaapkamer laat ik dicht, denk ik. En het kantoor van Char, dat moet Char maar even kijken wat ze ermee wil. Het is verder ook helemaal niet chaotisch of zo. Wat ik niet moet vergeten om mee te nemen is mijn ticket naar seizoen 3. Dus laat ik die meteen even pakken. Die ligt hier. En met de ticket in de hand is het dan alleen nog afscheid. Wat gebeurt er nou weer? Je hebt trouwens echt een heel leeg hoofd. Dit is geen doen. Dit is geen doen. Andere scène. Ik ga snel, wacht, ik ga snel op het toilet zitten. Met de ticket in de hand. Nee, dit is geen toiletpapier. Dit is mijn ticket. Ga ik afscheid nemen van mijn dieren. En dan mijn basis officieel voorgoed verlaten. Oh ja, ja, nu willen ze natuurlijk ook in de badkamer. Nou, kom maar binnen. Is er nog iemand die wil douchen toevallig? Je kan hier douchen. Dit is je kans. Lekker douchen. Heel goed. Dag hond zonder naam. Dag walnootje. Dag vliegende bosbes. De koeien zijn nu al weg. Dag 4 random wolven. Dag Jan Pietje. Ik weet eigenlijk helemaal niet of ik jou ga missen. Ik vind jou helemaal niet zo vriendelijk. Hier, nu sta je ook gewoon met je bil naar het scherm. Dag avocado. Dag Rob. Dag Brian. Dag Luc. Dag Yangwoo. Dag Anti-Rick en alle andere paardvrienden die hier zijn verschenen. Stefje? Een Zorro speciale KB-editie. En iemand gooit diamanten naar mij terwijl ik wegga. Toch bedankt. Meneer Varken, jou zie ik straks gewoon, toch? Jou zie ik later. Er worden allemaal spullen naar mij gegooid. Laten we ook afscheid nemen van Postduif Martin. Rest in peace nog steeds. En Pieter Jan. Laten we Pieter Jan niet vergeten. Rustig Pieter Jan. Alle dieren waren geweldig, maar jij stond wel echt bij mij op nummer 1. En dag Fluffy. En alle villagers zoals Kietelboef en Drolletje. En Knakworstje. En natuurlijk ook Zalalandertje. En Brutus, nummer 16. En Bart, je weet wel. Ik ga ze allemaal hartstikke missen, maar ik ben ook hartstikke klaar voor nieuwe avonturen. Trouwens, die snor, die staat me best wel goed, toch? Staat me best leuk. Er is een varken in beeld. In een bikini. Hallo, er is helemaal geen tijd meer voor zaken. Hallo, ik heb ook ineens taart gekregen. En dan is het nu echt officieel tijd om afscheid te nemen. Dag, prachtige basis. Dag, prachtig seizoen 2,5. We gaan je missen. Maar we gaan nu naar de raket. Hey. Ah, daar is die. Ja, welkom. De baas. Het laatste bedrijfsuitje van ons. Rick, je bent uitgenodigd. Ja, dankjewel. Erik ontslagen. Ik heb hem eigenlijk even gezegd dat nooit meer gezien. Wie is Erik? Ik heb Erik ook niet meer gezien. Nee, ik ook niet. Maar weet je, Erik was een stomme gast. We vonden jou toch altijd stiekem Volgens mij steelt Oranje Shirt Gast nu meteen dingen. Hey, oh, dat... En is deze kip eigenlijk ook welkom? Ja, dat is onze nieuwe stagiair. Oh. Oh, welkom. Dan. Ik gooi iedereen even koffie in zijn gezicht. Ja, ik heb hem. Alleen nou deze shirtgas moet nog. Oh. Ja. Goed. Nou, jongens, proost op het laatste bedrijfsuitje. Dan gaan we officieel naar seizoen 3. Proost. Ja hoor. Oh. Hey. Dag Patrice. Mooiste kantoor van het hoofdkwartier. Ik ga je missen. Patrice, let goed op de boel hier. Dan hier de ticket aan mij kunnen geven. En dan mag je door. Dan mag je naar boven. Even kijken. Ja, seizoen 3 ticket goedgekeurd. Volgende. Seizoen 3 tickets, zal die stekken? Hij stekt, dat betekent goedgekeurd. Ja, okay. Druk vast op een knop. Nee! Niet zomaar op een knop drukken. Mogen we naar boven lopen? Ik ben echt blij dat ik mijn eigen raket in mag. Lieve mensen. Ja. Welkom bij Funk 2 Reizen. Dit is een prototype. Een prototype van een Funk 2 raket. Ja. Niet getest. En we kunnen kwartetten. Gaat de deur dicht? Oh. Ja. De deur is dicht. We zitten officieel in de raket. Nou, we kunnen nog terug. Oh. Dit is de machinekamer. Hier mag je zeker niks aanraken. Wat is dit? Hoewel wel iemand af en toe de plantjes een beetje water moet geven. Maar voor de rest, vooral afblijven. Ja, klim maar omhoog. Ik klim maar achteraan. Ja.
Dan komen we hier bij de slaapcabine. Ja, ik wil graag deze als het kan. Ik wil niet... Mag ik boven? En ik heb hier voor iedereen dus ruimte pakken. Misschien handig als iedereen het eventjes pakt ook en aantrekt. Oké. Okay. Anders hebben we zo meteen gedoe als je begint. Ze hebben allemaal... Het zijn bijzondere... Ruimte panty? Waarom is de panty? Ruimte crop top. En ruimte mid. Crop top. Ik vind het echt leuk. Ja, dit is mooi. Er eigenlijk nog één ding gebeuren. Nou? En dat is dat iemand de raket start. Maar dat kan natuurlijk maar één iemand doen. En dat ben ik. Nou, kom, we gaan naar boven. Ik vind het spannend, jongens. Jongens. Wow. Daar gaan we. Ik doe deze deur ook weer achter me dicht. Ja, ik heb ook een klok opgehangen met een hele duidelijke boodschap. Het is tijd. Het is tijd. Nou, tot ziens, gek. Dat je daar... We hebben nog een raampje hier. Is dat veilig, een raampje in de ruimte zoals dat? Zeker. Nou, jongens, ga zitten. Hé, hey, baas, daar is de hendel. Dat is de hendel naar seizoen 3. Hendel naar seizoen 3. Ik vind het gewoon een beetje spannend om hem over te halen. Zijn jullie er klaar voor, jongens? Je weet wat ze zeggen. Stay Feng Shui. 3, 2, 1.